Gert Sietje, welkom bij Polsen Holland, hoofdstuk 9b. En in deze les gaan we het hebben over het dagelijks leven en dan vooral wat we in de ochtend doen. Links staan dan van de woorden in het zwart op zijn Pools, rechts in het rood in de Nederlandse vertaling. Daar gaan we. Staje. Pjore Prisnic. Pjore Prisnic. En een streepje aan de C. We staan weer wel nodig. Dus dat zal ik hier op daar zeggen, maar goed. Niet zo uit mijn hoofd hoe ik dat op het toetsenbord deze letters kan maken. James Niedanje. En je ziet dat ik in de vertaling eet dus haakjes heb gezet. En dat is omdat jam eigenlijk ik eet betekent. Dus gewoon Niedanje is betekent letterlijk alleen ontbijt. Dus het werkwoord ik ontbijt bestaat niet in de Pools. Dus je zegt ik eet ontbijt. Dus overigens zie je trouwens voor de makkelijkheid dat ik ook overal de ik-vorm heb gebruikt. Pie kave. Hier moet achter pie ook wel zo'n streep staan en achter kave ook. Pie kave. Pie herbaten. Hetzelfde voor herbaten, een streepje moet officieel eigenlijk bij de 1 staan. Godse doskolen. Opnieuw moet hier bij de E een streepje onderaan staan. En Ide de praatjes. En dan zie je dat ik hier twee verschillende woorden heb gebruikt. En eigenlijk zijn die synoniemen van elkaar, want je kunt ze eigenlijk allebei gebruiken. Zowel kotse of ide betekent eigenlijk wel in een enige zin van vorm of ik ga of ik wandel. Dus kotse, ide, ik ga, ik wandel. Betekent eigenlijk een beetje hetzelfde. En dat was deze Poolse les van nu. Dus bedankt voor het volgen van deze les. En dan zie ik jullie van nu bij de volgende weer. Dus Shikuye en Provizenia.